Voetbal is simpel, voetbal is simpel. Maar het moeilijkste wat er is simpel voetballen. Om te beginnen is er maar één bal. En die bal moet jij dus hebben. Dat is logisch, dat is logisch. Elk nadeel heeft zijn voordeel en je gaat het pas zien als je het door hebt. Dat is logisch, hè? Ken je toch allemaal van Johan Cruijff dat hij dat in zegt? Ja. Eén keer spelen, één keer raken, dat is eigenlijk het ware voetbal. Maar moet je luisteren, moet je horen, als wij de bal hebben, kennen hun niet scoren. Dat is logisch, dat is logisch, elk nadeel heeft zijn voordeel en je gaat het pas zien als je het door hebt. Nog één coupletje jongens, dan zijn we klaar. Duitsland kan klooien, heel erg slecht spelen, maar dan krijg je vlak voor tijd toch voor je kiezen. En Italianen kennen niet van jou winnen, maar je kent toch altijd van ze verliezen. Dat is logisch, dat is logisch. Elk nadeel heeft zijn voordeel en je gaat het pas zien als je het door hebt. Dat is logisch, dat is logisch. Elk nadeel heeft zijn voordeel en je gaat het pas zien als je het door hebt. Het is feest op de Vlaringendijk. Simon van Rooyen van de Johan Cruijff Foundation. Simon, wat gaat er gebeuren vanmiddag? Nou, we gaan vanmiddag hier het nieuwe Cruijffkoord openen. Daar hebben we jarenlang gewerkt, anderhalf jaar zo'n beetje met de gemeente. En we zijn heel blij dat het er nu eindelijk ligt. Dus veel kinderen die er gelijk op afkomen, dus dat is een goed teken, want daar doen we het voor. Wat is precies de Johan Cruijff Foundation? De Johan Cruijff Foundation is 27 jaar geleden opgericht, vooral om kinderen met een handicap aan het sporten te helpen. Dat doen we nog steeds. Maar we doen ook al meer dan 20 jaar Cruijffkoorts aanleggen, voetbalveldjes in de wijk, waar we eigenlijk veel meer doen dan voetballen. Waar we sport gebruiken om kinderen zich te laten ontwikkelen, nieuwe vriendjes te maken. En op die manier de ontwikkeling van kinderen te verrijken en te stimuleren. En daar is sport een fantastisch middel voor. Dan zullen mensen zeggen van ja, kinderen die zitten tegenwoordig allemaal achter de computer. Is toch niet zo? Of denk jij van het kan beter? Nou, ik denk wel dat tegenwoordig kinderen meer achter een computer of een tablet of telefoon, hè, dat soort devices zitten, dan dat dat vroeger was. Daar kunnen we ook niet aan ontkomen. Hè. Dus daarom proberen we dat dan eerder te omarmen en te gebruiken om van daaruit juist ook kinderen te enthousiasmeren om naar buiten te gaan. Maar ik denk dat het wel een van de redenen is waarom we juist dit soort veldjes ook nodig hebben. Om te zorgen dat als kinderen dan naar buiten gaan, dat er een goede plek is. Dat draagt op deze manier heel goed aan bij. Hoe worden die veldjes onderhouden? Oftewel, wie gaan dat doen? Ja, wij werken altijd samen met lokale stakeholders. Dat begint bij de gemeente. Daar maken we hele goede afspraken mee, ook voor een lange termijn, meer dan 10 jaar. Waarin de gemeente de verantwoordelijkheid op zich neemt om dat te onderhouden. Die hebben daar natuurlijk al infrastructuur voor om dit soort plekken binnen de gemeente te onderhouden. Maar ook met lokale uitvoerders zoals buurtsportwerk, jongerenwerk, welzijn, soms ook scholen of verenigingen of andere instanties zorgen we ook voor die programmering. Dus onderhoud zit hem in meerdere dingen, zowel in het veld, de fysieke kant, maar vooral ook in het blijven enthousiasmeren van de kinderen. Nou is de naam Johan Cruijff voor ons allebei een bekend begrip. Deze jonge mensen, hebben die nog enig idee wie Johan Cruijff is? Nou, ik denk dat de Cruijff Foundation op dit moment misschien wat minder hangt aan de voetballer Johan Cruijff, maar veel meer om de social legacy van Johan Cruijff. Dus tegenwoordig is bij de generatie die we achter ons op het veld zien, die kennen veel meer Messi en Ronaldo en misschien wel de nieuwe sterren die we nu zien op het EK. En ik denk dat het misschien nog hun vaders zijn of andere familieleden die Johan Cruijff als voetballer kennen en gezien hebben. Maar dat zullen zij niet meer meekrijgen. Maar laten we ze dan vooral meegeven wat de social legacy is van Johan Cruijff. En dat het belangrijk is om gewoon lekker iedere dag te kunnen sporten. Ten slotte, steden of dorpen die in aanmerking willen komen. Is dat een kwestie van een briefje schrijven of komt er meer bij kijken? Ja, dat is, kijk, zo'n veld ligt er niet zomaar. Hè. En ik heb net iets verteld over wat een Cruijffkoord maakt. En niet zomaar een voetbalveldje. Dus dat betekent dat er wel het een en ander moet gebeuren voordat het er dan eenmaal ligt. Daarom werken we ook juist samen met die gemeentes. Dus een aanvraag maakt de meeste kans als het vanuit de gemeente komt. Want dan hebben we dat commitment in ieder geval alvast. Dus ik zou op willen roepen aan een heleboel gemeentes die ook het verschil willen maken in de wijk. En die sport willen gebruiken om meer cohesie en ontwikkeling te stimuleren. Dan meld je bij de Cruijff Foundation. Wethouder Laan, onder andere wethouder van sport. Een Johan Cruijff kort op de Vlaringendijk. Hoe mooi is dat? Ja, te gek. Kijk om je heen. Kom vooral ook kijken. Het ziet er hartstikke mooi uit. Mooie programmering straks ook met mensen die les gaan geven, gaan begeleiden vanuit de Cruijff Foundation, maar ook vanuit onze eigen organisatie. Ja, hier kan gewoon heerlijk gesport gaan worden straks.
Het komt oorspronkelijk van de Parkweg vandaan. Zijn daar nog boze gezichten over geweest of is dat in goed overleg geweest? Nee, er waren mensen die teleurgesteld waren dat het daar wegging. Maar er kwam natuurlijk een hele mooie woonontwikkeling. Daar was het ook heel stenig en ingebouwd. En als je nu ziet in de ruimte, niet direct tegen woningen aan. Dus het is ook fijner voor de omgeving. Ik denk dat het uiteindelijk een hele mooie plek is waar we weer kunnen gaan sporten. Ten slotte, ik sprak er net een vader die zei... Hoe wordt dit beveiligd? Komen er camera's en wordt het eerlijk verdeeld? Mogen alle kindertjes voetballen? Ja, dat is het voordeel van de Cruijff Foundation en onze eigen programmering. Dat er wel op momenten ook mensen zijn om dat in de gaten te houden. Niet permanent. We hangen nog geen camera's op. Dat is nog geen aanleiding toe. Maar we hopen dat het met de buurt geadopteerd wordt. En dat mensen het een beetje zelf gaan doen. En de regels hangen aan het hek. En iedereen moet zich eigenlijk naar die regels gedragen. Wat is uw favoriete Johan Cruijff uitdrukking? Alles, elk voordeel heeft zijn nadeel, maar ik zeg dan altijd elk nadeel heeft zijn voordeel.